Het onderwijsproces zal vanaf maandag normaal voortgang vinden. Dit is vandaag tijdens een persconferentie meerdere malen benadrukt door vicepresident Ashwin Adin. Volgens Adin zijn de verschillende onderwijsbonden tevreden met de voorstellen die door de regering zijn gedaan. Met name de financiële herwaardering van de leerkrachten is uitgebreid besproken met de BVL, de ALS en de VOLS. Ook het directeurenberaad van de middelbare scholen is meegenomen in dit overleg. Adin wijst erop dat de resolutie waarover veel commotie was enkele weken terug intussen is herzien. Leerkrachten hebben volgens hem daarom geen andere keus dan de lessen te verzorgen. Als wij de resolutie en u heeft de herziene versie mogen aanhoren, dan denk ik niet dat er één leerkracht is die nog bezwaar heeft ten aanzien van de overuren. Er is aangegeven, waar in het begin aangegeven was, er is drastische afbouw, is er een geleidelijke afbouw. Waar zaken die men zei, oké, we hebben bezwaar dat het nu gedaan wordt, hebben we gezegd, dan gaan we het voorbereiden voor 2018. We hebben alle commentaren van leerkrachten, directeuren, vakbeweging meegenomen. Dus wij zien niet in dat en men nu onzeker zou moeten zijn over zaken met betrekking tot overuren, fictieve uren. En wij gaan ervan uit dat de leerkrachten gewoon hun taak volbrengen. Erik Banel, voorzitter van de presidentiële commissie Onderwijs, zegt dat de regering ervoor gekozen heeft eerst de financiële herwaardering van leerkrachten in orde te maken. De taakomschrijving en verdere structurering zullen in de komende periode worden aangepakt. Banel zegt verder dat de kwestie van de sectie- en intersectievoorzitters op IMEO-scholen nu helemaal is opgelost. We hadden aangegeven in den beginne dat sectievoorzitters en intersectievoorzitters rond 1 uur extra zouden krijgen in het nieuwe schooljaar. Dat is nu veranderd weer. Na de gesprekken met de verschillende actoren. We hebben dus aangegeven intersectievoorzitters die meer of gelijk of meer dan 3 secties hebben, die hebben dan 2 uren. Die krijgen 2 uren. Is het minder, is het anders, dus minder dan 3, dan hebben ze 1 uur. Dus het is iets omhoog gegaan. Dat geldt dus voor het IMEAO. We hebben voor scholen sectievoorzitters gaat naar 2 uur. Als het groter of gelijk is aan 3 secties, in het andere geval is het 1 uur. De leerkrachten, 28 lesuren en maximaal 7 overuren kunnen krijgen. Extra uren kunnen krijgen. Dat is zo, maar onder de dwingende conditie dat alle leerkrachten die bij dat vak betrokken zijn, een volledig rooster moeten krijgen. Eddie Josefsson en daarvoor Erik Banel van de presidentiële commissie Onderwijs. Zij spraken vandaag tijdens de persconferentie van vicepresident Ashwin Adin. Beide heren zijn evenals de VP ervan overtuigd dat het onderwijsproces in de komende periode niet onderbroken zal worden.